Hey, en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is weer zover, ik ga vandaag weer een food challenge aan. En voor deze keer heb ik iets heel erg leuks bedacht. Ik ga namelijk de hele dag alleen maar voedsel eten in een ronde vorm. Dus ik mag alles eten wat ik wil, zolang het maar rond is. Dus ik kan bijvoorbeeld pizza eten, want dat is in een ronde vorm. Of ik kan Maltesers eten, want dat is ook rond. Voor de rest heb ik er eigenlijk nog niet zo goed over nagedacht. Maar goed, het komt vast goed. Ik ga hem straks naar de supermarkt. Heb je in ieder geval weer zin in deze video, druk alvast even op het duimpje omhoog. En druk natuurlijk ook op de abonneerknop. En in mijn vorige video had ik een codewoord verstopt. Dus ik wil even een shout-out doen aan een aantal kijkers die het codewoord hadden gevonden. Hier staan jullie in beeld, dus shout-out naar jullie. En het codewoord was inderdaad pizza. In deze video zal ook weer een codewoord verstopt zitten. En hij kan in heel de video zitten. Blijf dus vooral zeker kijken. Laat een reactie achter met het woord als je het hebt gevonden. En misschien krijg je een shout-out in mijn volgende video. Dan ga ik nu naar de supermarkt om rode dingen te zoeken. Rode dingen? Bo, gaat het wel helemaal lekker? Ronde dingen natuurlijk. En ik ben mega benieuwd waar ik allemaal mee thuis kom. Ik zit in de auto, dus let's go to the supermarkt. Is dit rond? Jawel, toch? Dit is echt wel perfect. Oké, ik heb ontzettend veel gehaald, maar ik laat het zo thuis aan jullie zien. Zo, grote tas helemaal bomvol. Oké, ik zal jullie even een paar dingen laten zien die ik heb gehaald. Het was wel moeilijk, maar ook weer niet. Als je bijvoorbeeld bij de koekjes ging kijken, nou, daar is bijna alles rond. Dus dat is vrij makkelijk, maar ik wil natuurlijk niet de hele dag op koekjes leven. Ik wil ook wel iets gewoon van een broodje of zo, maar dan is bijvoorbeeld beleg wel weer echt lastig om te vinden. Maar ik heb wat. Ik heb dus deze ronde witte broodjes. Oreo's in strawberry cheesecake smaak. Want die had ik nog nooit op. Ik dacht, lekker voor bij de thee. Kaasbolletjes. Geen idee of dat lekker is. Weer kaasballen, maar dan voor in de oven. Oh ja, en deze. Ja, deze zijn wel echt perfect. Ja, en ik heb dan nog roze komijnkaas. Net ging ik op zoek naar rode dingen en nu heb ik ineens roze kaas. Roze kaas, Bo. Serieus? Ronde kaas natuurlijk. Ik weet echt niet wat ik met al die kleuren heb vandaag. Ronde ham. Nou, ik zeg het ook eindelijk een keertje goed. Ja, je ziet het niet heel goed, maar het is super klein. Ik heb ook nog een paar andere dingen, maar ik denk dat ik hiermee de dag wel goed doorkom. Morgenochtend ga ik met de challenge beginnen. Goed, ik ga dit allemaal even opruimen en ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen, het is de volgende dag en het is nu ochtend. Ik ga natuurlijk beginnen met het ontbijt. Ik heb mortadella en dat is Italiaanse worst. Weet je wat al sad is, want er zit korting op. Maar ik heb dus niet deze code gescand, maar deze barcode. Dus ik had geen korting. En ik heb natuurlijk mijn chocoladebollen. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze smaken. Oh ja, en ik heb mijn gewone witte bollen. Twee broodjes is zeker wel genoeg voor mij, dus hier ga ik het mee maken. Ronde bollen, even opengesneden. Met ronde plakjes worst. En mijn ronde bollen. Oh, het ziet er wel leuk uit zo. Ze zijn in ieder geval echt perfect rond en het ziet er lekker uit. Dus mijn eerste ronde maaltijd van de dag. Eet smakelijk. Ik ga even die bollen proeven. Oh, alles valt eraf. Heel knapperig. Die bollen zijn wel super lekker. Ze smaken een beetje, die witte smaken een beetje naar van die snoepjes die je soms in de hagelslag hebt. Weet je wel, die super lekkere. En de chocoladebollen smaken een beetje naar Maltesers. Dus ja, het zal niet heel gezond zijn allemaal, maar het is wel lekker. Zo, dat was mijn ontbijtje. Ik ga nu lekker douchen en me verder helemaal klaarmaken. En dan zie ik jullie weer bij de lunch, denk ik. Nou, ik heb mezelf al een tijdje helemaal klaargemaakt. Dit shirtje is van Lovies. Super leuk. En ik doe het even zo. Deze kettingen zijn van mijn jewelry. Ik vind die slotjes wel echt super leuk. En ik had er al één in het... Oh, ik ben ingezoomd. Oh, andere kant op. Ik had al zo'n slotje in het zilver, maar ik draag eigenlijk bijna alleen maar goud. Dus nu heb ik hem ook in het goud. Helemaal leuk. En ik heb honger, dus ik ga beginnen aan de lunch. En, oh ja, het is tijd voor het codewoord. Het codewoord is... kaasbollen. Dus laat het woord achter in de reacties en misschien krijg je een shout-out in mijn volgende video. Oké, ik heb hier een pita broodje, wat natuurlijk helemaal rond is. Dan heb ik de ronde ham, die wel super klein is, maar dat maakt niet uit. En ik heb dus die smeltkaas met komijn erin. Ik vind komijnenkaas altijd wel lekker, maar of het zo gesmolten op een pita broodje ook lekker is, I don't know. Maar ze hadden geen normale smeltkaas, ik weet niet of dat bestaat, maar ik ga het hiermee doen en ik hoop dat het lekker is. Weet je, ik ga gewoon even een stukje proeven. Kijk of het anders smaakt dan normale komijnenkaas. Smaakt gewoon hetzelfde, heel lekker. Mijn mini plakjes ham zitten erop. Oh, mijn ronde kaas zit er ook op, alleen die verbrokkelde helemaal, dus die is niet meer rond. Maar ja, je kan niet alles hebben.
in het leven. Hij is klaar, maar ik snap er niks van. Het heet smeltkaas, maar het smelt niet. Nou, ik begrijp er helemaal niks van, maar misschien is het wel lekker. Het valt tegen. Normale kaas was lekkerder geweest. Oké, ik ben er dus achter gekomen waarom de kaas niet smelt. Wat zei jij nou? Het is niet kaas die hoort te smelten, maar het kaas die is gemaakt door het eerst te smelten en het dan in een vorm, in een ronde vorm te maken. En daarom heet het smeltkaas. Maar het smelt, het hoeft niet per se te smelten. Dat wist ik niet. Ja, vreemd dat het als smeltkaas heet. Of nou ja, ik snap het idee, maar ik had verwacht dat het zeg maar goed zou smelten, maar ik vond het al raar, want kaas smelt normaal ook al gewoon goed. Dus ja, dat verklaart een hoop. Ik heb het ook niet opgegeten, want ik vond het eigenlijk niet zo lekker, dus nou, lekker bezig weer. Ik heb een beetje trek, maar het is wel al eind van de middag, dus ik moet ook niet al te veel eten, want dan heb ik geen honger meer voor het avondeten. Dus ik denk dat ik even die kaasbollen, die, ja, weet ik veel, het is eigenlijk, die ga proberen. Of de Oreo's. Of allebei. Ja, waarom niet gewoon allebei? Oeps. Oké, ik heb die kaasbollen. Ik heb geen idee. Of dit wordt heel lekker, of dit wordt echt de grootste teleurstelling van mijn leven. Gaat weer lekker. Oké. Nou, het is rond. Het ruikt naar een kaasbroodje. Nou, dat is op zich best lekker, dus dat zal het vast te eten zijn. Het is best te eten. Dat krokante soort wafelachtige is een beetje zoetig. Ik proef niet heel veel kaas, maar het is wel best lekker. Er zit ook maar 12% kaaspoeder in. Ja, nee, dan proef je niet veel kaas inderdaad. Het ziet er zo van binnen uit. Het lijkt alsof er niks in zit. Het proeft heel zout en zoet tegelijk. Het is heel apart. Als je 5 van die ballen eet, heb je al 65 calorieën in je buik gepropt. Nou, dat had ik niet verwacht. Kaasbollen gaan weer dicht. Nee, oké, dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik wil gewoon vooral even deze Oreo's proberen. Want dit is strawberry cheesecake. En ik heb nog nooit strawberry cheesecake smaak op. Waarom krijg ik niks open? Jin, stil! Maak een video! Dat heeft gewerkt. Het ruikt lekker. Het ruikt naar Liga. Weet je wel van die Liga? Dat koekje met dan van die melkvulling erin. En dan de roze. Daar ruikt het precies naar gewoon. Echt precies. Maar smaakt het ook zo? Dat is de vraag. Het smaakt wel zo, maar de Oreo, het koekje zelf, smaakt natuurlijk iets anders. Maar ja, wel lekker. Wist je trouwens dat Oreo's vegan zijn? Vind ik altijd wel grappig om te vertellen, want je zou denken dit is van melk of zo gemaakt. Maar nee, blijkbaar niet. Ik ga avondeten en dat is natuurlijk ook rond. Nou, jullie mogen raden wat het is. Ik geef jullie even 10 seconden om te reageren. Dus reageer nu even wat je denkt dat ik ga avondeten. En dan zal ik het nu aan je gaan laten zien. Het is pizza, wat origineel ook. Maar ja, wel lekker hè, Yoda. Yoda. In elk filmpje, Yoda, zit je op het aanrecht. Moeten mensen al niet van jou denken? Ga toch eens weg. Maar ja, zelfs de worst is rond, dus nice. Yoda! Yoda kan nooit normaal doen. Het zit in de oven, het ruikt nu echt al super lekker. Hij is klaar! Ik heb hier echt zoveel zin in. Hopelijk is hij lekker, zal vast wel, dus eet smakelijk. Het is 11 uur 's avonds, maar ik heb toch nog wel een beetje trek gekregen. En toen dacht ik heb nog kaasballen die in de vriezer. Waarom heb ik vandaag allemaal kaasdingen eigenlijk? Tada! Ik ga er gewoon een paar maken. Ik heb niet echt veel gezonde dingen gehaald, hè? Nou, ik hoop maar dat ze te eten zijn. Nou, ik heb 4 ballen. Leuk zeg. Ik hoop dat ze smaken. Het smaakt een beetje naar een kaassoufflé. Dus als je het lekker vindt, dan is het lekker. Ik vind het wel lekker. Het is 12 uur 's nachts geweest en de hele dag ronde dingen eten zit er weer op. Ik vond het super grappig om te doen en misschien moet ik volgende keer maar dingen in driehoekvorm eten. Volgens mij is dat echt onmogelijk, maar wie weet. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En druk even op het duimpje omhoog als je de video leuk vond. Wil je nog een video van mij bekijken? Klik dan nu hier naast mij. En klik op mijn foto hieronder om je te abonneren. En hopelijk tot de volgende keer bij een nieuwe video. Doei doei!